Ik ben Chris van der Rijden, also known as Insider, mijn artiestennaam. Ik lag mee aan de basis van de rave en technoculture lang geleden. En welkom in mijn studio. Ja, ik heb heel veel hardware. Ik heb een beetje die oude spullen, die oude Puls, de Korg. Een beetje een nieuwe versie van de Pro One. Meestal als ik naar de studio kom, heb ik wel al een idee waar ik naartoe ga. Ik heb zo 800 tracks liggen die af zijn en half af zijn, dus ik heb er echt veel. Hydrasynth, ongelooflijke synthesizer. En dan een beetje custom gear, valve compressor die gecustomized is, customized EQ. Speciaal gemaakt naar wat ik eigenlijk wil in EQ. Ik componeer nog altijd. Gemiddeld 2 tracks per dag. Ja, man, die Voxbox preamp voor de vocals is gewoon the mother of all preamps, Voxbox. Ik denk dat die inspiratie ook blijft komen, gewoon omdat mijn carrière, mijn muziekcarrière niet gebonden is aan puur dat elektronisch ding. Ja, dat is, wow, Dutch and Dutchy speakers, wow, wow, wow. Gasten, dat is, alles wat je daarop mixt is gewoon fenomenaal. Het is gewoon fenomenaal. Er zijn ook aanvragen dat binnenkomen van andere artiesten, bijvoorbeeld voor Robin Thicke of zo, of onlangs voor Adele. Emulator 3, dat was zo Ut Machine, die en Sonics, dat waren samplers. Je kon daarin steken wat je wou. Dat is eigenlijk een beetje wat je nu doet in je computer. Maar de oudere versie. Maar als je daarmee iets doet, dat zitten nog altijd analoge filters en dat klinkt toch nog altijd. Het is een andere manier van werken en dus omdat je anders werkt, ga je ook andere muziek maken. Ja, ik wou eigenlijk muziek maken voor Prince, weet je? Dat was, als ik 19 jaar was, dan zei ik, ik ga daar ooit naartoe. Ja, high-end converters, zo. Meteen conversie moet je altijd gaan kijken op Black Lion. En als Black Lion ze niet kan modifiëren, dat wil dus zeggen dat je de goeie koopt en die twee modifieert Black Lion niet in Amerika, dus dat zijn de supergoeie. Ik heb geluk gehad, als ik in New York toe kwam, dat ik iemand tegenkwam die bij Paisley Park zat, die mij naar Paisley Park gebracht heeft, in de Warner Brothers building. OBXE, die in dat 1999 van Prince heeft gedaan. De OB8 en de OBXA, deze en dat hier staat, dat waren vooral toestellen die Prince meenam op tournee. Ja, Prince zei altijd, ja, die moest altijd nieuwigheid hebben. Ja, ik heb niet graag die oude dingen en alles, en dat interesseerde hem eigenlijk allemaal. Darkness. Ik ben eigenlijk nooit in dat tunnelje blijven steken van ik ga hier nu boenken en techno maken en dingen. Nee, ik doe dat graag, ik vind dat plezant, maar ik kan zoveel andere dingen. En dan zo de reissues van Roland. Ik heb die vroeger allemaal zelf gehad. Ik ben geen DJ. Ik heb nog nooit in de Pioneer. Ik weet niet hoe dat marcheert, dus ik weet niet, voilà. En dan hier, ja, Juno 106. Ja, de klassieker om klassiekers. Ook mijn eerste nummers en Destiny, een van mijn eerste hits, is hierop gemaakt. Ik ben eigenlijk een muzikant, een producer, een composer, maar in de zuivere vorm van. En dan ja, hier, dat is heel tof. Er zijn er momenteel maar 50 van in de wereld. Synthracks van Erika Synths, ja, daar ben ik weer. Maar ja, dat is zo. Deze, de Matrix Brute, ja, top machineke. Je kunt daar je patchen doen, dus in plaats van dat met kabeltjes te doen zoals hier, wordt dat allemaal eigenlijk digitaal gedaan, maar het is dus een analoge synth. 606, nog een paar andere dingen hier. 707, 808. Deze heb ik gekocht van een gast, maar heel lang geleden. Ik denk 30 jaar geleden, in Waterloo. En zegt hem, ja. Marvin Gaye heeft daar nog op gewerkt, Sexual Healing heeft daar nog op gedaan. Maar ja, als je gast hebt van 20 jaar, dan je staat daar een lang jaar en je zit daar vol een bak techno op maken, dan trekt u dat allemaal niet aan eigenlijk. Wat het dat wil zeggen, het is pas nadien dat is doorgedrongen en dan ben ik daarop gevallen van maar wacht, die studio van Marvin Gaye, dat was in Waterloo, dat was in Ohain en ik ben daar eigenlijk geweest. Enfin, dat was een heel raar verhaal. En dan Roland US eigenlijk, heeft dat eigenlijk dat verhaal laten nachecken en heeft dat dan ook nadien gepubliceerd op 808.